Here we go! Welkom bij de jaarlijkse Tour Titema Wheelie Contest. En vandaag gaat het een bijzondere worden. Een speciale editie van de Wheelie Challenge. Wat is er zo bijzonder aan deze Wheelie Challenge, Bas Titema? We staan bij de tijdrit. De renners rijden vandaag een tijdrit van Passy naar Combloux. En dan denk je, waar gaan we vandaag een wheelie contest doen? Nou, dat gaan we doen na de finish. Na de finish gaan de renners van de finish weer terug fietsen naar de start. En op dat stukje hebben wij een weg gevonden die prachtig omhoog loopt. Echt rechtdoor, echt een kaarsrechte weg. En dan gaan we zien wie de koning van de wheelies wordt dit jaar. Devin, we moeten een beetje opschieten, want de eerste renner komt er over 5 minuten aan. Heel slecht nieuws voor... Maar er zit een H in de wheelie. Goh. Wissel. Katastrof. Dit is ook mijn week 3 van de Tour, hè? Skitterend. I like it. Ik heb een assistent gevonden om mijn bord vast te houden. Paul. Kom aan, Tutepel. Paul. Paul. Ghislaine. Paul. C'est un contest de Willy, hè? Oui. Et tout là aussi, spectateur. Ja, ik hoop dat we de grote namen hier gaan zien. Van Aertsen, Kamp. Voor Liz, ze moeten hier wel allemaal langskomen. Tenminste, de meeste. Het zou kunnen dat sommigen met een busje worden opgehaald. Dat zou zuur zijn, hè? Dan baal je achteraf wel groot, denk ik. Dat je niet mee kan doen. Ja. Ja, dat denk ik ook. Oké, Bas, hoe gaat het in zijn werk? De renners rijden eerst een warming-up, ja. 22 kilometer. Precies. Dan vervolgens pakken ze even een colaatje en dan vervolgens komen ze hier aan. Jij gaat de score bijhouden. Ranking. Ze komen, als het goed is, komen ze binnen nu en een paar minuten komen ze hier langs. En dan gaat het iedere minuut door. Iedere minuut? Ja, iedere minuut volgende. Is het Kees? Ja, het is Kees Bol met Fedorov, denk ik. Wheelie! Come on! Here we go! Eerste startlijn. En go! Oh. Oké, hey, thank you! Nou, 33 meter Kees, een lekker begin. Voor hem, hè? Wat een begin, hè? Wat een begin. Hier had je in jaar 1 gewoon mee op het podium gestaan, hè? Kees Bol hoorde ik ook nog 3 meter. 3 meter. Maar hij begon eigenlijk al voor de startlijn. Ja. Maar die tellen we niet mee. Ja, volgende. Volgende. Zeg maar, nu is het door, hè, Devin? Nu is het door, ja? Nu is het door. Dylan. We gaan jou vragen voor om een kleine wheelie te doen. Nee, ik kom niet ver hoor met een wheelie. Ja, maar je doet snel mee van het klassement dat je naar vroeg bent, hè? Ik probeer het mijn hele leven al, maar. Komt u. Wat zie je? Dylan, wil je op een scoreformulier of denk je, laat maar zitten? Nee. Zie maar door de vingers deze. Verzoekje van Dylan of hij niet op het scoreformulier mee wordt genomen. Oh, te laat. Hij staat erop. 0,4. Uno X in the building. Guys, I have a small question. Are you guys capable of doing a small wheelie in a bit? He's capable. He's capable? Yeah, of course. One hand or two hands? One or two hands. Whatever you do best. Here's the start line. Okay. Ik heb het gevoel dat deze ver gaat komen. Okay. Goeie concentratie hoor. Kijk. De 50 meter gepasseerd. Oh, nu moeten we al matig gaan tellen. Jos, je hebt het parcours niet verder uitgezet, zie ik wel. Ik fiets wel even mee. Oh, one hand. It's fair to say you did a longer so far. Congrats, man. Thank you so much. Hot seat. Hier zo, hè? 12, 113 plus 50. Bird skill, 163 meter. Het is hoog niveau wederom dit jaar. Podiumkandidaat hoor. Ja, daar komt de volgende. Ciao. Are you ready? For what? For a small wheelie. Oh, here? Yes. Het is Peter. Is het Peter? Het is Peter Sagan. Peter. Ik schrijf hem alvast op het deelnamenblad. Ja. I don't know why I'm able to do wheelie. Start is there. Where? You'll see it, it's on the road. How long? Longest now is Warren Skilled, 100 meters. Wow. Start is here, Peter. Here we go. Yeah. één hand. En we zijn het parcours weer uitgevlogen.
It's a bit further. If you go across the bus, then you win. Oh yeah? Yeah. Oh. Little bit. Yeah, but after he's coming. Oh. You're already first now. Are we gonna go to the hotel now? You have to go left on the roundabout. Hey Peter, thank you so much. Yeah, I gotta miss tomorrow, man. You gotta feel this tomorrow? Thank you so much. Not easy. It's not easy, no, I know. Thank you. Hey, zo ver kan ik de raam niet lopen, joh. Peter. What a legend. Ja, nieuwe koploper. Die ging all out, hè? Tim, vanaf hier nog een kleine wheelie. Een kleintje. Nee, de wheelie, hè? De wheelie, nee. Maar als je het vergelijkt met wereldskop, was het dubbel zo ver. Meer dan dubbel. Dus zeg maar, dit is toch zo'n ongeveer symbooltje? Ja, dat twee van die dingen, boven elkaar. Nog een keer. Peter Sagan, op het scorebord. Dat is een mooi afscheid, of niet? Dat is een mooi afscheid. You can do it, right? Yeah, we crash enough, my friend. Look at you. Look at it. Yeah, but that's I don't do wheeling again. Oh. En er wordt teruggeschakeld. Look at. Okay. Here we go. Go. Yeah. Okay. Oh, steady. Kijk, hij heeft het rippen te pakken. Kijk die blik, jongens. Geconcentreerd, hoor, hé. You go now? We go. To the roundabout is the record by Sagan. 50 meters. It's about how long? 200 meters. If you want to beat Sagan, you can beat him? You have to go far, huh? We try. So far, it's a good try, though. How was the time trial? Hard. But actually, the time should be okay for start tomorrow. Is this a wheelie interview? That's a new concept. It's a really nice interview, man. Really nice interview. Ik voel dat deze avond iets te makkelijk heeft nog. The record is at that roundabout. So where did you learn this? Just around the house. around the house. What's the best, how do you do it? How do you balance? I don't know, it's just try to put the way. Talent. That sounds like talent. Deze man moet gewoon explainen tijdens de wheelie. Yeah. Welkom bij Tour de Cycling Academy. Yeah. And you hope that the brake is working. You hope that the brake is working? Yeah. Because in other way, it could be a problem. Oh, super random, gewoon een gesprek. Wat is dit dan? That blue thing is the record. First place. We try. No, you already win it. Oh. Holy fuck, yeah. Oh. Yeah. Now that's a record. We have a new record. Allee. Deze gast, joh. I'll stop them. Mozzato. It's crazy, hè? Ja, hoor. Hey! Hallo, Luca! Bravo, Luca. Bravo. Ciao. Het niveau is extreem hoog. Hoe gaan we dit klassificeren? Voorbij het bouwen bordje drie kwart ronde tonden? Ja. Ik heb Luca Mazzato opgeschreven, Orkea. Ja. Wegfietsje. Afstand. Ongeveer Peter die stopte aan het begin van de rotonde. Ja. En Luca deed nog even drie kwart rotonde rond. Dus gaan we over de 400? Dat denk ik wel, ja. 460 meter, dat vind ik een goede inschatting. Kan je een wheelie?
Daar komt die andere Amador. Crash is it from your pole, eh? Cannondale is our sponsor too, it's okay. Yeah, we give you a new one. Go! Hey! Oké, okay. Oh, thank you. Grande. Meter of twee, hè, was dit? IF? Ja. Jullie komen hier aan. We hebben iemand van UAE. There's a wheelie contest just ahead. Wheelie contest? Motsato is first, Sagan is second. Ah, Motsato beat Sagan. Yeah. Small try. Oké. Oh, small try. Hoi! 12 meter. Thank you. Is het Mats Pedersen en de Luxemburg kampioen? I think it is for the wheelie contest, Mats Pedersen. I can. He's fucking good at it. No, that's massive. Start line is here. Okay. At least 10. Ah, 10. Alex is gonna do another try. Okay. Ja. Zo, heel steady dit hoor, hé. Heel. Oh, what's gonna happen now? You're going to Twitter with your fucking yeah. He's arrow now, hè? Oh. Good score, thank you. Je staat wel bovenaan met de tijdritfiets nu. Ah ja, voilà. Je bent ook de eerste met de tijdritfiets die het doet. Ja, maar ja. 57 meter. 57? 57. Ik heb de eerste met een time trial. Ja, we hebben de eerste deelnemer met een tijdritfiets. Yves Lampaert, een meter. Een meter, ja. Een meter. Mats Pedersen, 10 meter. Ja. Alex Kiers. Met? 57 meter. Draait hij nou om? Ja, draait gewoon om. Matato, premier, daar gaan we. Als je het ziet, dat. Je ziet het een beetje Again. Merci beaucoup. Magnus, ciao. Took it easy? That's a good thing, because we have a wheelie contest. Yeah. Motsato is first, then Sagan. Yeah, come on. Then I think you can be pretty good in it. Hey, brother. Yeah. Grande. Thank you, man. Dank je, Magnus. Is het ook een jury sport? Ja. Ik geef het een 10 voor de afsprong, hoor, deze. Magnus was 12 met een x-factor van 2,3. Oh, kijk, daar komen we uit op. 27,6. Kasper, can you do a wheelie? Ah, terrible. Very small one? I do with the car, eh? You do a wheelie with the car? Why not? You don't trust her? I don't trust you. What? Okay. Now we will show when the motor starts. Can you do a wheelie? No wheelie? Yeah. Oh. Wow. Little wheelie. Yeah. Kevin, small wheelie? Backpack. Yeah, you would be the first with a backpack today. Oh! Nice one. Small wheelie? Yeah. Hey, look at this. Oh, this is a small one, it's a big one. That's what she said. Zo, die gast gaat ver, jongen. 50 meters. The record was like 400 meters, it was around the roundabout. Oh, applause. Rest of the team, thank you. En? Nummertje 204. Dat is Johannessen, hè? Ik kwam denk een meter of 50 verder dan zijn ploeggenoot. Denk 210 meter. Het scorebord vol. Ja, en daarmee moeten we het wel afronden, denk ik. Daarmee moeten we het afronden. Het lijkt me heel duidelijk. Je moest minimaal wel over de 100 meter om überhaupt een podium te scoren. Maar daar is die Luca Mozzato. 460 meter ongeveer, hè? Ik bedoel, ja. Pin me niet op vast. Sagan die toch wel een stijl Tour de France afsluit met een wheelie van 320 meter. En Magnus de juryprijs, denk ik. Hey, we hebben nog iemand. Small wheelie. Small wheelie. Dat was de startlijn. That's the start line. The record is 400 meters. Holy shit. Ja.
Here we go. Okay. Okay, okay, okay. It's looking rather comfortable. This is already a good shot. Dude, you guys are killing us. Oh. 40 meters. 40 meters, yeah. That's a good start. Wait, the record's 400 meters. Yeah. Luca Mazzato, he went to the roundabout and then downhilled a bit as well. Oh, the here's the ranking coming in. We don't have visual 3D boards yet. Where do I come? 40 meters. Oh, yeah. I would say that's like fifth or sixth. Oh, we'll claim top five, right? Top five. Yeah, yeah, top five is good. That five is good. Solid result. Yeah, yeah. Exactly. You're the last one? Yeah, we're going to finish it up. We're closing the video now. So I'm definitely top five. Yeah, you are. No, really? Close with these wheels. Now you have to join us in the closing of the video. Yeah. So you know how we do that? Like, subscribe, you know, the whole shebam. Yeah, yeah, yeah. Okay, so these guys are close to 200,000 subscribers. We need some more Australians, so like and subscribe and get them there. You couldn't do any better. No. If cycling doesn't work out in a few years, just start a YouTube channel. Mate, I'm already going to do it, hey. Thank you, mate. See you guys. See you. Bye. Even belangrijk, we moeten hem nog ondertekenen. Yeah. Zo. Ja, voor de officiële, dan kunnen we opsturen naar de UCI. Ja. Belangrijk, hè? Nou. En dan zeggen wij tot ziens vanuit... Au revoir en tot de volgende. Kan ik gaan? Ja.